Een vergunningsplicht voor weidegang en bemesting is onwerkbaar en onwenselijk. Dat stelt een groot aantal partijen in een open brief van landbouwminister Carola Schouten. Het is een reactie op de uitspraak van de Raad van State over het programma Aanpak Stikstof. Door die uitspraak is voor weiden en bemesten een vergunning nodig. We hebben met z'n allen een convenant weidegang. Maatschappelijk gezien is het belang van weidegang heel erg groot. We hebben ternauwernood wetgeving voorkomen. En nu zien we in één keer wetgeving ontstaan waarbij weidegang verboden is. Nou, dat is onbegrijpelijk voor de melkveehouderij, maar ook voor die sectorpartijen en de convenantondertekenaars. Een jarenlange afname van weidegang is door de sector omgebogen tot een toename van het aantal bedrijven dat koeien in de wei laat grazen. De uitspraak van de Raad van State zou ertoe kunnen leiden dat boeren noodgedwongen koeien op stal houden. Met de open brief eisen boeren nu duidelijkheid van de minister. Wij hebben dat gedaan omdat er een enorme tegenstrijdigheid is in beleid op dit moment. En dat boeren eigenlijk gemangeld worden door wet en regelgeving op het gebied van weidegang. Nou, en wij hebben er echt de behoefte aan om dat met de minister te delen, om onze zorg daarover te delen. En we willen met de minister daarover in gesprek, want dit probleem dat moet opgelost worden wat ons betreft. Ik hoorde Cora van Nieuwenhuizen gisteren over listige oplossingen voor het probleem omtrent rond het vliegveld Lelystad. Nou, misschien moeten we ook maar eens een listige oplossing zoeken voor weidegang voor de melkveehouderij.